Hallo dames en heren, we hebben vandaag na de pauze een 3 uur kookles en dan hebben we een jarige. Op de Prinses Marijke School was groep 8b een hele gezellige groep die vooral van eten hield. Vandaag was een kind uit de klas jarig en dat betekende altijd lekker smullen. Ik ben nu jarig en ik ga dit voor jullie trakteren. Een paar maanden geleden was je toch ook al jarig? Ja, klopt. Maar dat was de Chinese jaartelling. Dit keer vier ik mijn verjaardag op een Haagse jaartelling. Gefeliciteerd! Vandaag ga ik dit allemaal uitdelen. Vooraf ga ik soep uitdelen met heel veel kibbelletjes. En de hoofdgerecht geroosterd lam met aardappelen en eigen gemaakte mayonaise. En als toetje heb ik ijs met heel veel slagroom. Wil je wel voor jou een gebak gemaakt? Oeh, lekker. Is het verse slagroom? Ja. Oeh, lekker. En met aardappelen. Dankjewel. De groep had het erg naar hun zin op school. Maar wat de dikke groep 8 echt niet leuk vond, waren de pauzes. Klas, om een kwartiertje hebben we pauze. Dus ruim jullie spullen op en dan kunnen we er gaan. Ik heb helemaal geen zin in pauze, joh. Ik ben een sportieve klas. Gelukkig voor de dik roep gingen ze altijd als een speer naar buiten. Terwijl de andere groep druk aan het sporten was, lag de dikke groep op de grond. Ah jongens, het is toch wel een beetje overdreven. Jullie kunnen wel opstaan. De onderdirectrice vertelde het tegen haar baas en zij bekeek de groepen van de bovenste verdieping. Kijk, ik vind niet dat het twee groepen 8a en b, vind ik niet dat het heel goed gaat. Want ja, de groep 8b is weer heel dik. Ja, maar ik was hier toch gewoon gezond uit. Door lekker van die coaches en... Lekker van die coaches? Ja, nee zeg. Ze lunchen alleen maar. Ze hebben het alleen over eten. Ze kunnen zich geen eens goed concentreren. Ze zijn niet gezond hoor. Een week later had de directrice en haar collega in het huis van twee beroemde psychiaters een therapie-sessie georganiseerd. Na alles gehoord te hebben, kwam de psychiater al snel tot een conclusie. Ja, ik vind dat de klas van Youssef een beetje weinig aan sport moet doen. Maar wel gezond moet eten. En de klas van Ahmed, die moet een beetje afvallen. Dat is gewoon waar, gelijk. Ja, heel leuk. Ahmed, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat mijn klas wel gezond is, maar als jullie dat niet vinden, dan kan ik dat wel regelen. Ja, jongens, ik heb net een gesprek met de directeur en de oordeel gehad. En we moeten afvallen om een beetje in balans te komen met de andere klas. Oh. In balans, ik ben helemaal in balans. Ik weeg 40 kilo aan de linkerkant en 40 kilo aan de rechterkant. Nou jongens, even serieus. Je moet echt afvallen. We hebben een sportprogramma georganiseerd en krijgen extra gym. Een streng sportprogramma begon voor de groep 8b, waaraan de leerkracht goed meedeed. Jongens, dit is de eerste gymles sinds 2009 en jullie moeten twee rondjes hebben. Hou opschieten. Die spieren. Ik wist niet eens dat ik die had. Na weken van intensief training was de groep kilo's afgevallen en waren ze veel beter in balans.